Hallo mensen, ik ben Joop. En ik ben Dave. Oh, Tim. Zo. En welkom bij Divio Filmhuis. Ik kan mijn naam, onze eigen naam niet meer uitspreken. Jij bent al ver gekomen, nee! Zeg. En zoals sommigen van jullie weten, dit is al de 10e aflevering Asje van Kasteelproject is al geweest. En dat betekent dat we een kleine break nemen en even wat minigames gaan doen. Ik doe even iedereen. Zo, iedereen even weg. Kan ik even zelf beter concentreren. Ik val al flink. En dat betekent dat we gewoon even deze week maar één keer Kasteelproject komt vrijdag. En dus nu wat minigames gaan we doen. En verhalen bij Jump Quest. Verhalen bij Jump Quest. Verhalen bij Jump Quest. Verhalen. Oh, verhalen. Ik stond verhalen. Oh. Oké. Okay. Maar goed. Ik ben nu weer bij die pilaar en ik val er weer vanaf. Nee, ik wil niet de diamonds. Kijk of ik je kan zien. Waar ben je? Oh, je bent nu ben beneden. Ik ben allemaal beneden. Hup, nope. Dat moet je. Oh, dat is zo veel dat je. Ik begin. Begin. Oké. Okay. Kompas ingeduwd is veel simpeler om dit te doen. Zo doe je dubbel heel snel, maar dan pakt hij hem niet. Kijk je dat? Je probeert te rennen. Yes, ik ben weer bij het ijs. Alright. En ik jump verkeerd. Oké, ik ben er klaar mee. Ik probeer één keer. Voor de opname heb ik het heel lang gedaan. Vraag maar even. Oh ja, terwijl ik alles klaar zat te zetten. Oh nee, fuck! Ik val naar beneden. Oké. Oké, maar er is nu mega wals. Je hebt de wals, die kent iedereen. Kijk, de diamonds. Kijken, kompas. Oh, de kompas was het. Ja. Kompas, eens kijken. Iedereen kent de normale wals wel, maar nu hebben ze ook mega wals. En dat is nu in een beta en het is compleet wat anders dan de gewone wals. Mm, ja. Dus dat gaan we doen. Oké. En dan moeten we eerst even de bordjes lezen, een beetje. Oké, eens kijken. Nou, mega wals. Dat houdt in dat je 10 minuten kan je klaarmaken voor de battle. Net als normale wals gaan dan de muren weer naar beneden vallen. Ja. Je kan respannen als zolang je wil. Maar als je witterbaas die van je eigen team dood is, dan kan het dus niet meer. En het doel is dus om de vijand zijn widder te killen. Oh. Je kan spelers winnen met de kompas. En als je op deze kompas richt, zie je dat er ook boven staan. Je XP bar, daarmee kan je skills en damage doen, begreep ik hieruit. En je kan ook nog met de shop die je daarin hebt of de nog upgrades kopen, begreep ik. Mm-hmm. En dat was het zo'n beetje, dus ik zou zeggen, we pakken een leuke klas. Okay, ik ben god niet wat ben je? Welke lobby heeft. Zit je? Welke lobby zit ik? Even kijken. Ik zit nu in lobby 1. Hoe kan je zien welke lobby je zit? Oh, ik zit ook in lobby 1. Er zit geen nummer bij. Lobby 1. Kan ik hem ook even klikken voor zekerheid? Er zit sowieso geen nummer bij lobby 1. Ik zit nu ook in lobby 1. Eens kijken. Kijken voor een map die aan de linkerkant. Ja, we moeten nu wel even een kompasje aan doen. Ik zie je lopen. Wacht even. Hop. Nee, ik denk al, ik doe één, maar zie je mij? Ik heb de skeleton geselecteerd. Skeleton? Ik weet ook niet wat je dan doet. En ik ga in 2.0, waar nu 49 mensen in zitten. Wat zei je? 2.0? Oh mijn god, in 2.0, ja. Oké, ik zit in 2.0. Ik zeg even, kan ik jou zien? Ik join blauw. Oké, blauw. You are now blue team. Right, dit is wel interessant, dit spel. Moet je de map zien of zo? Even kijken. Oh mijn god, zie je dat poppetje aan de muur? Wauw, ik zie heel veel poppetjes. Oeh, de map. Ja, ik kan niet veel van de map zien. Zie je hoe mooi dat gebouwd is? Wauw! Oh mijn god. Dat is prachtig. Kijk die witte draak. Ja. Wauw man. En bij rood lijkt het net een rode peper. Daaronder hangen. Rood. Erg onder die boogbrug. Boogbrug. Lijkt het net een rode peper. Ja. Wie is daar? Alright, hoeveel? Oh, je zit al bijna. Oké, 90 mensen al. Is dat al niet? Wauw. Dat zijn veel mensen. Oké, ik vraag me af hoe dat gaat aflopen. Dus we hebben 10 minuten tijd om voor te gaan bereiden, hè? Ja, 25 mensen per team. Wat je moet doen is gewoon doorheen lopen en kijken hoeveel skins je herkent. Gewoon hier doorheen lopen. Kijken hoeveel je daar herkent. Ik zie jou. Nou, heel veel Steve's. Voor mij niet zo.
Ik zie nog heel veel kerstskins hier nog tussen zitten. Zie ik nog een sneeuwpoppen, wat robots, knights. Eentje van PD, zie ik. Ja, eentje van PD zit ertussen. Ik zag gewoon eentje van... There we go. Oké. Ik heb een boog. Boog en pijlen en wat vlees. Power 1, 25. Oké, waar ben je? Ik zie je niet. Ik ga mijnen. Ergens, mijnen? Denk ik. Oh, oké. Farmen. Wacht. Oh, wacht, hier is een mijn. Hier kan je de mijnen. Ga... Ja, eerst farmen. Auw. Oké, ik ga even kijken om ook wat ijzer te verzamelen. Goed. Ik kan veel kijken of ik genoeg ijzer bij elkaar kan krijgen voor body armor te maken. En waarom? Oeh, ik heb een kist gevonden uit het niks. Gewoon een kist. Nice. Ik zat gewoon te mijnen en ik zat bij een kist terecht. Ja. Kool hebben we niks aan, of wel? Jawel. Voor wat jawel. Ja, min of meer. Ik heb al 7 ingers uit die kist gekregen. Nice. Dus 7 ingers kost wel je bent in die mijn naar beneden gelopen, zeker? Een beetje naar beneden, niet helemaal. Oeh, nog een kist. Hé, ik heb ook TNT. Nice. Nu heb ik niks om het af te zien, maar we kunnen wel een switch maken. Kan jij wat hout verzamelen? Dus, dat is wel geil. Ik kwam af. Armen. Ik zit gewoon ijzer te mijnen. Maar een of andere reden krijg ik gewoon kisten eruit. Dat zit achter de muurtjes waarschijnlijk. Ja, juist stop. Dat het tevoorschijn komt. Oeh, zwaard. Ik heb redstone, appels, nog meer ijzer. Dat sommige blokken transformeren in kisten. Wauw, man. Wat voor een plugin dat moet zijn. Transformeert het echt? Ja, ik sla een blok weg in één keer. Hoep, kist. Nu snap ik waar mensen zo'n nu snap ik ook waarom ze zo lang in de beta was. Hoe kan ik jou in je vriend toevoegen? Dat moet ik even weten. Dat weet ik niet, maar ik doe even zoveel materiaal verzamelen en kijk of ik nog mijn kisten kan krijgen. Dat zou wel leuk zijn. Want ik hoor dat veel meer mensen kisten hebben gekregen. Ik heb al heel veel ijzer, dus ik heb al genoeg body armor voor ons. Als je dat nodig hebt. Oeh, een ijzeren blok. Kan ik ingus van maken. Gewoon een ijzeren blok in het grond. Kan ik dat? Ja, 9 ingots. Ik heb nu al 16 ingots. Er is hier genoeg ijzer. Ja, genoeg ijzer voor iedereen, maar je komt over gewoon kisten tegen. Dus ik ga gewoon een bepaalde kant op mijnen. En hoop dat ik een kist tegenkom. Dan moet ik wel wat eten, als we nodig hebben. Ik heb 2 keer zoveel hartjes, zie ik juist. Ja, ik ook. Wauw. Hoeveel tijd hebben we nog? Ik moet sowieso mijn kist. Oké, heb jij nog hout? Nee, hè? Laten we bij de laatste minuut nog wat hout verzamelen, goed? Dave. Alleen, ik kan niet in jouw kist, hè? Nee, maar het is gewoon dat we gewoon toortjes kunnen maken en stokken voor onze tools. Je hebt je maar een ijzeren zwaard wilt, of niet? Ja. Maar ik zeg alleen ter informatie. Ik heb 46 iron ore. Ik heb wel een hele stack. Nice. Nog maar 4 te gaan. Dan heb ik een hele stack. Ja, maar dat je geen diamonds kan vinden. Oké, ik heb een steen stack, is wel goed genoeg. We hoeven niet zoveel ijzer. Ander materiaal, wat hebben we nog nodig? 7 minuten. Brandmateriaal, kool dus. Kool heb ik al 18 van. Beetje weinig om zoveel ijzer, wat voor ons twee. Oh, wacht, hoeveel kool heb jij? Ik heb wat kool gevonden hier. Nou, hier is heel veel. Hoeveel kool moet je hebben? Ik heb nu nog niet zo heel veel kool. Nog eigenlijk niks. Oeh, nog een kist. Fuck, kan er juist niet in. Jawel. Ik heb eten, toortjes, kool, ingots, wiet. Daar man, je krijgt veel cadeaus. Hier. Ik nog geen. Ik heb al heel veel kisten en heel veel andere kisten gezien. Gewoon even hier omhoog menen. Er zitten echt heel veel ores hierboven. Is die leeg? Ja, ik ben nu even die. Oh nee, er is een kist op protectus. Die kist kan ik niet openmaken, oké. Dat is dan van iemand. Beetje gek. Goed. Cool, ja, ik weet ook nog niet hoe je iemand aan vrienden toevoegt, maar daar komen we wel achter. Maar laten we wel achter. We moeten nu zoveel mogelijk materiaal verzamelen tot we onze... Wat gaan we, verdedigen of aanvallen? Hout hakken. Oké, eens kijken. Ik heb 31 kool. We moeten meer hebben, hè? Ik heb 11. Ik weet dat je ongeveer 8 kool nodig hebt voor een ganse stack. Oké, ik denk, er gaat iets ijzer, maar iemand springt daarvoor naar beneden. Oké, ik denk wel genoeg heb gemijnd, dus ik kom terug naar boven.
Of ik daar nog wat kan vinden. Ik kan dat hout niet verzamelen. Waarom kan je hout niet verzamelen? Dat ik dat hout niet kan verzamelen. Waarom niet? Weet ik niet. Dus je kan geen bomen omhakken? Ontdekt het ofzo. Heel veel die boom niet, nee. Wil je mij eens een bom yes, proberen? Yes, deze wel. Ja, deze ook. Kijk, ik heb het nog 5 minuten te gaan. Waar komt onze witte tevoorschijn, weet je dat? Wel, crafting table. Voor al dat steen 3. In één keer kreeg ik 2 boomstammen uit, 1 boomstam. Niet? Nou, misschien lijkt. Kan jij in deze furnace die hier staat? Wacht even, doe deze even verzamelen. Oké, okay, waar ben jij? Ik. Draai om. Ah, daar. Ja. Oh, je bent een masker van een skelet op. Ja, ik kan erin. Shit, dat is dus niet de bedoeling. Oké. Okay. Ik doe ook mijn furnace. Helft van de kool. En dan ga ik gewoon elke blokje ijzer pakken wat ik kan. Ik heb nog wat eten wat niet gekookt is. Kook dat ook even. Gewoon wat extra gekookt eten. Ik moet gewoon elk ingrediënt pakken wat we kunnen. Ik ga vast wat armor maken, hè. Nog was een body armor. En wat schoenen. Ik moet gewoon opletten dat niemand onze armor pakt. En ook voor een helm. Ja, een helm. Het enige wat ik nog moet doen is een broek. Oké, vlees is gekookt. Dat heb ik. Ik heb 5 vlees. Heb jij ook eten? Een helm. Oh, kunnen we wel aan. Dan moet ik even. Toek, toek, toek. Alleen nog een broek. Is het enige wat ik moet. Een broek. Heb jij nog ijzer voor me? Kan ik broek maken? Ben ik compleet? Ja, ik ben vlakbij uit de furnace. Oké, wat moeten we nog hebben eigenlijk? We hebben 25 bijna maar. Ik ga even verkennen, goed? Ja. Ik ga even de huizen verkennen. Niet dat we nog schatten in de huizen vinden. Net zo goed eigenlijk. Ik heb hier een potions ding om potions te maken. Maar ik denk dat de mensen die er vaker spelen, die kennen deze mappen goed. Die weten gelijk waar alles ligt. Nee, mat kan je niet kapot slaan. Man, het ziet er chic uit. Oh, die draak, man. Moet je die zien? Het ziet er chic uit. Kijk hier, ze zitten gelijk dingen vol te planten hier. Zit hier gewoon. Ja, op sommige plekken kan dat. En op sommige plekken weer niet. Ik ga even boven checken. In een kasteel. Goed. Oh, ik heb de witterbaas gevonden. Hallo, mijn bloeie vriend. Kan ik hem slaan? Nee, ik kan hem niet slaan. Nee, dat is, moet je ook niet willen. Nee. Maar ik heb hem gevonden waar hij is. Hij moeten we dus gaan beschermen. Daar zie ik niks bijzonders hier, dus ik ben weer onderweg terug. Maar dat is wel een freaking, echt een freaking slimme spel hier, wat ze hebben verzonnen. Zekers. Ja, ik doe ik moet alleen nog een broek en daarna moeten we nog wapens. Ja, ik moet ook nog een broek. Hoeveel tijd hebben we denk je nog? Kijk, nog 3 minuten. 3 minuten. Minder dan 3 minuten. Gewoon precies 2. Precies 2? Kom naar de melding. Oh ja. Jij is zeker weggekregen. Staat erbij. Ja, het staat er ook bij de score. Zo. Ja, ik heb voor ons, ik heb 2 zwaarden. Ik heb een broek. Mijn armor is compleet. Zo. Nog even een iron pickaxe. Ja, maak maar. Nog, ik heb 9 boomstammen. Ik ga nog maar even verzamelen. Waarom doe ik zo moeilijk? Ik maak even vlug wat planken en stokken. Maak gewoon even ijzeren bijl. Dan gaat alles veel sneller. Waarom niet? Ik heb voor jou ook een arme pickaxe. Je moet zelf even 2 zwaarden maken. Oké, doe ik zo. Als je me gewoon even de ingots even erin laat. Ik wil niet even gewoon hout hakken. Snel mogelijk. Hak ook wat voor mij. Ja, yep, ik geef je dadelijk wel wat. Maar dan maak ik wel wat 2 zwaarden voor je. Ligt het nu aan mij of vergis ik me? Ze hebben een of andere manier geregeld dat de boomstammen allemaal dezelfde texture hebben, van welk kant je ook bekijkt. Kijk, ja. Hé, hey, en hier zat de furnace en daar heb ik wat armen uit gehaald. Ik weet niet van wie dat was. Nice. Maar dat zat eronder. Ze dus ook schatten onder de bomen? Oké, okay. Ik ga de rest van de hier, bomen. Hier, oh. Hier. Okay. 2 zwaarden op de grond. Alles goed opdelen. Zo.
Zo, wacht even, nog wat ijzer. Moet ik even laten koken. Oké, daar zit te koken. Ik ga de andere bomen checken voor meer spullen. Onder zitten. Wat heb ik nog meer nodig? Ik heb straks nog wat boompjes nodig. Oh, ik heb bomstammen voor je. Moet je even naar mij komen? Ik ga even zoek naar schatten. Naar secret treasures. Oké, Dave. Alsjeblieft. Helft van mijn bomstammen. In 21, denk ik. Hier boven niks. Kan ik hier kapot slaan? Ja. 3. 2. We gaan beginnen. 1. Alright, here we go. We zijn begonnen met de battle. En waar is iedereen? Iedereen is nog steeds gewoon stilstaan. Oké, de walls zijn nu weg. Wat staat er in het midden daarvan? Dat vraag ik me af. Wat van de battle arena? Zo te zien hebben mensen defenses geplaatst. Muren. Wat is hier? Want, okay, wij zijn groen. De vent is rood. Ja, ik zit nog steeds bij onze furnace bezig. Oké. Laten we eens een testje doen eigenlijk. Kan je zeg maar van de zijkant gaan mijnen naar de vijand toe? Tegen wie zeg je dat? Ja, iemand heeft onze armen gestolen. Ah, interesting. Ik kan door de muur mijnen, dus ik kan naar de andere kant niet gaan mijnen. Nu het gevecht is begonnen. Ah, oh, jammer, het kan niet. Nope, je kan niet aan de andere kant mijnen. Je moet door het midden heen. Jammer. Echt jammer. Oh, ik zie de vijand. Fuck, waarom heeft hij hier zo'n gat geplaatst? Oh, zo'n shooting gat is dat. Misschien weg uitgemaakt. Onze wither is onder attack. We moeten hem beschermen. Oh, wat is hij onder attack? Wat? Nu al? Ik zie bijna niemand. Waarom kan ik niet rennen? Go, go, go. Moeten we even het verdedigen. Gooi de grote trap op. Oké, Jo, kom, wij gaan in de aanval. Waar ben jij? Ik loop nu weer naar beneden. Van een grote trap. Ik ga even een crafting table opzoeken en ik ga even wat brood maken. Oh, ik heb nog eten, ik heb nog veel eten. Oh, ik hoor ontploffingen. Dat is gevaarlijk. Mensen maken de poort dicht en dan weer open, oké. Waar dan hebben we, oh daar ben je. Kom op Dave, let's go. Ik wil aanvallen. Ja, ik heb een crafting table nodig eventjes, want ik moet even wat brood maken. Oké, maar jij brood, ik ga vast kijken hoe het met de vijand is. Wat ze van plan zijn te doen. Zover zit iedereen nog defenses plaatsen. Wat we kunnen doen is de gele team heeft nauwelijks defenses zijn geplaatst. We kunnen daar proberen zeg maar, met een TNT ontploffing naar binnen te gaan. Oeh, kan ik deze switch pakken? Waar ben je? Doe dit. Het doet eigenlijk niks. Oké. Ik heb een switch voor de TNT. Ik ben aan de rechterkant van de muur. Ik zie je, Dave. Wacht even. Ik moet even wat eten. There we go. Volle maag. Auw. We gaan... Nee, geel wordt al volop aangevallen. Laten we blauw zijn. Blauw. Wij zijn blauw. Laten we kijken of we rood kunnen... Zag je die ontploffing? Ja. Hoe weet je dat ze worden aangevallen? Zag je veel mensen vechten? Nou, kijk naar de punten. Wacht. Nee, er zitten mensen. Ik zie nauwelijks mensen. Laten we die lekker daar spelletjes spelen. Ja, we moeten juist proberen een omweg te doen. Ah, rood is sterk beschermd. Oh ja, ik zie het. Zullen we een gat erin blazen? Kom hier. Maar pas op, ze zien je. We gaan terug. Ik kan nu een TNT erop zetten. Oké, ze komen op ons af, Ze hebben een gat erin. Wow. Dat was een ontploffing. Ah, ze gaf via boven. Aha. Via boven? Ja, via onze bovenmuren. Via de daken? Dat moet in bescherming. Je wilt TNT plaatsen. Ik heb hem geraakt. Nog een keer raak. Je hoort eigenlijk een ting als je hem raakt. Net zoals experience, dat je dat krijgt. Ik heb niet veel pijlen. Dat is mijn groot probleem. Ik heb nog maar... Kijken. Ik ga daar omhoog ook. 21 pijlen. Pas op, dat is een vijand bij je. Waar? Trek voor je. Ik ben er nog niet. Oh nee, dat ben jij niet. Oh, ik ben nu daarboven.
als een raak. Ik wil een flint en steel hebben. Jij hebt flint en steel, toch? Nee. Oh fuck, ik ben in een gat gevallen. Waar is mijn bouwmateriaal? Snel! Snel! Oké. Okay. Waar ben je? Ik ben aan de linkerkant van onze basis, van blauw. We gingen toch naar rood toe? Ja, weet ik, maar daar ben ik direct voor. Er zit een hele team voor me. Fuck, ik moet rennen. Ja, ik moet rennen. Ik ben van bovenaf aan ik het... Ik moet rennen. Ik moet me terugtrekken. Oké, we gaan dingen binnendringen aan de linkerkant. Ik ga ze proberen tegen te houden. Crap, ze zitten direct achter me. Ze zitten direct achter me. Ik ben zo goed als dood. Was mijn zwaard, was mijn zwaard, 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 zwaard. Ah, no. No. Ren, 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 ren. Ran, ran, auw. Ran, ran, ran. Ze zitten allemaal achter me aan. Ik zit gewoon rennen voor mijn leven. Help. Help me. Teamlid, help me. Ik weet niet of ze achter me aan zitten. Oké, ze zitten nu maar flink gevecht. Oké, ik ga ze helpen. Josh. Oh, got him. I got him. Ik heb diamonds. Er zit allemaal van alles hier. Nice. Ik ga wat dingen weggooien. Wat ik niet nodig heb. Val je allemaal weg van mij. Ik heb toch wat TNT. Coal. Rails. Hebben niks aan. Stokken. Weg van mij. Modder. Weg van mij. Right. Right, right. Dat ging goed. Dat ging goed. Ik zit weer te healen. Oké, ik ga rood aanvallen. Hoe is het met jou? Goed. Come on. Yeah, die! Run away! Run away! Alright. Ik ben onderweg terug, want het valt me juist iets in. Ik heb een diamond. En ik ga die gewoon in een huisje in een kist stoppen. Oeh, de muur is helemaal dicht hier. Dus, dat is echt helemaal dichtgemaakt nu. Oké, er is geen weg terug. Er is geen weg terug, Dave. Ja, waar ben jij in godsnaam? Je bent zo stil. Ja. Ik was in gevecht eventjes op het moment dat je dat vroeg. Oeh, wacht, hier zijn kisten. Kan ik erin kijken? Oh fuck, what the hell? Dat was een ontploffing. Oké. Okay. Ja, je kan met je linkermuisknop een special attack doen. Dat wist ik niet. Dat... Als je 100 level XP hebt. Oh, dat verklaart veel. Dat verklaart veel. Dat wist ik niet. Ik wou proberen aan de kisten kijken wat niet lukte. Toen kwam er al een ontploffing. Maar die gaat proberen van je de zijkant binnen te dringen. Daar was ik ook mee bezig. Ze zijn nog flink aan het vechten. Kan ik hier mijnen? Dat is de vraag. No! Ik heb een gat door een defenses gevonden. De vraag nu is, gaan ze me zien? Ik zit nu een gat doorheen hun basis te plaatsen. Oké, ik ben binnen. Ik ben in hun muren zit ik nu. Van welke kleur? De tegenover staat links. welke is dat? Linkse. Rood? Ik probeer juist heel voorzichtig te zijn, dat ze me niet zien. Dus ik probeer echt naar de uiterste hoek. Spannend man. Ze hoeven maar één keer te zien en ik ben zo goed als dood. Dus ga ik op de uiterste hoek langs de rand van hun basis. Ga ik lopen. Oké. Kijk. Bukken. Ze hebben nog niet gezien. Oké, ik zit letterlijk in hun basis nu. Ik moet vluchten, want mijn hartjes zijn bijna op. Oké, ik heb een special ability om te gebruiken als ze me aanvallen. Ik zit ontsingeld door vijanden. Ik heb 2 kills gemaakt. Groen is uitgeschakeld bijna trouwens. Oké, ik ben nu bij rood. Rode Enderdrake is half dood. Ik ben bang nice dat je daar bij hun bent. Ja, ze lopen direct langs me. Oh
mijn god. Ja, ik heb wat, ik heb ook wat arrows van hun. Oh, die blok kan ik dus niet slopen. Die blok kan ik ook niet slopen. Oh, crap, hebben we gezien. Fuck. Fuck, ik ben al single, ik ben zo goed als dood. Ah, crap. Crap, I'm dead. En ik heb alleen maar basic stuff nog. Mijn ijzeren armen en alles is weg. En alles kwijt. Ik had ook een diamond, maar ik kon niet terug. Oh, wacht, hier zitten nog ijzeren ingots in. Dus je kan gewoon ijzeren ingots pakken als er in een furnace nog zitten. Is dat een pijltje aan zat? Nee. Oké, okay, dan even een workbench. Kan ik even nog wat ijzer maken? Maar hoe werkt die power up? Oh, je moet denk ik mijn boog vastpakken. Boog. Oké. En wat krijg je dan? Een explosie? Een TNT explosie of zo? Yes. Oké, okay, maar mijn bakje is nu vol. Dus kan ik ergens een gat inblazen als ik wil? Bijvoorbeeld. Oké, okay. Ik heb meer ingots nodig. Ik heb alleen nog een body armor. Dat zal ik nu kon maken. Zijn ze binnendringen? Ja, ons team was binnen aan het dringen, maar heb zich teruggetrokken en ik was bijna dood. En dat is niet de bedoeling dat ik dood ga. Nee, nee. Ik ben al dood geweest. Ik was al in een basis, maar ze hebben me ontdekt. Door proberen een gat erin te vinden. Alright, ik ga weer eens proberen aan te vallen. Ik ga gewoon constant een aanval bieden. Wij zijn wel aan het winnen, hè? Zijn we aan het winnen? Hm? Wauw. Ja, we zijn aan het winnen. Nice. Alright. Ik speel heel voorzichtig dit, maar ook weer heel agressief. Er zitten zelfs mensen onder de grond hier. Ze gaan onder de grond. Ze hebben een ondergrondse tunnel. Ze hebben een ondergrondse tunnel. Verdedig het. Ja, ja. Ons team is goed aan de aanval. Ik ga menen. Ik ga naar onder. Ik ga naar ze toe menen. Oké, ik moet weten waar die tunnel is. Ik moet weten, en het is best wel diep wat ze zitten. Ze zijn eigenlijk een... beetje door ijzer te mijnen. Groen. Oké, eens kijken. Zie ik namen? Zie ik namen? Ik zie hier nog geen namen door de muur. Dus ik weet niet waar ze zitten. Of hoe diep ze zitten. Oké, ik heb het gevonden. Ik heb een treinstation gevonden. Ik heb een treinstation onder de grond gevonden. Blauw zit. Oké, wacht, ik zit achter even eentje aan te lopen, een van de vijanden. Een beetje gevonden. Hij zit erachter. Got hem. Ah, hier moet ik even reparaties doen. Wat is mijn zwaard? Oh, ik heb geen zwaard. Come on. Come on. Piercing man. Ik heb piercing man gemaakt. Oh, nice. Heeft hem afgemaakt. Oké. Okay. Oh, nog eentje. Nog eentje. Ha. Groen heeft nog 14 spelers. En dan zijn, als die allemaal dood zijn, zijn ze uitgeschakeld. Ik heb geen zwaard als grootste. Oeh, explosie. Mijn blote hand. Ah, fuck, I'm dead. Ik ben dood gegaan. Hoeveel leven heeft ons aan het rijken nog? Weet je dat? Oh, niet veel, niet veel. Alright, ik heb er genoeg van. Ik ga niet echt constant in de aanval. Ik weet niet wat jij gaat doen. Shit, 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 ik ga dood. Come on. Shit, ik ben dood. Nee. Dat deed veel pijn. Ah, raak. Haha. Right. Hoe kan onze widder... Wij, onze widder is blauw, hè? Ja. Ja. Eens kijken wie de betere archer is. Oh, fuck! 2 hits! What the hell? Hij killed hem in 2 hits. What the hell? Ik gebruik zeker zijn power-up ofzo. Maar ik heb ook geen armor. Ik heb helemaal niks. Helemaal niks. Heb jij toevallig nog wat? Nee, ik ben net dood gegaan, zei ik. Oh, jammer. Jammer. Alright, let's try this again. Is niet een zwaard of zo wat, zou fijn zijn. Ik zie je, Dave, ik zie je. Wacht aan mij. Verdedig. Ga in verdediging. We moeten in verdediging. Wij zijn de enige die nog weer de held hebben.
Ik moet even verdediging jou. Oh, oké. Okay. Ja, ja. Ah, boom. Ik kan je helpen. Waarom vliegt hij? Hij vliegt niet. Fuck, hij zet mij af. Ah, fuck, I'm dead. Oké, okay, ik ga naar de middelbaas toe van ons, goed? Ik ga naar de middel. Ik ga hem beschermen. Wij zijn de enige nog? Echt, Nathalie is de enige nog? Wauw, we hebben een goede team. Het is toch een interessant spel hoe ze dit hebben verzonnen. Huh? Met een middelbaas te gebruiken als een soort... weet je wat we dit laten aan denken, Dave? Wat ze misschien de idee van haar hebben? Smite. Ja, soort van, ja. Ja. Oh, machtige god, we gaan je beschermen. Och, kan ik niet. Wat materiaal hier omheen? Nee, dat kan ik niet kapot maken. Misschien kan ik daar ook niks in plaatsen. No, hij is dood! Hij is dood! Ik kijk net om! Maar wij zijn wel het team met de meeste spelers, dus nu... Got him! Nice. Nu... Oh god, hij heeft superveel TNT en armor. Een zware van alles had hij. Ik ben eruit. Oh, jammer. Ben je eruit? Ja. Oké. Okay. Flink op mij. Flink te onderwapenen. Ik heb zo'n TNT. Daar staan toortjes. Dus als ik bijna dood ga, suicide. Alright. Hoeveel spelers zijn er nog? Wij hebben nog 22. De anderen hebben ook nog een paar. Rood heeft 19, dus die is ook nog sterk. Ja. Die is ook nog sterk, ja. Maar juist net, ik draai hem om en ik zag hem. No! Net doodgaan. Oké, de enige wat ik nu moet doen is overleven. Dat denk ik ook niet moet doen. Mm-hmm. Jij ligt er helaas helemaal uit? Ja, ik kan niet eens spectaten. Oh, jammer. Come on. Ah, ik zie hem niet meer. Hij is buiten mijn visie. Ik ga gewoon op de toren blijven. Hoeveel mensen hebben we nog? Oh, 18 hebben we nog. Ik denk al flink eraf gegaan. Niet dat ze weten dat onze weer dood zijn. Ja, geel is in verdediging, denk ik. Oh, wat de hel? Ik ben vergiftigd. Ik ben vergiftigd, waardoor? Special attack, hè? Mijn voetbal is helemaal leeg. En... Oh, gelukkig, ik heb eten. Heel leuk spel is dit. Ja, man. Ik heb net al tijd nog wat eten. Food poisoning is nog voor een klein beetje nog. Ja, je moet er 33 minuten nog volhouden. Loop met een groot team mee van je. Nee, ik zit de teamlid te helpen vanaf de toren af te schieten. Oeh, raak. Ja, yeah, raak again. Come on. Je kan doodgaan door sterven. Dus heb genoeg eten bij. Ja, mijn voetbal. Mijn gif was steeds ververst. Ik wist, komt er soms ook op de toren staan. Kan ook. Moet even naar beneden. Ben je? Nee, kijk, mijn voetbal blijft nu leeglopen. Oh, wacht, dat we niet een witterbas hebben. Nu zeg maar, betekent dat het gewoon je dood gaat door eten. Dus je moet eten hebben om te overleven. Dus als je witterbas dood is, ga jij dus ook dood. Oké, okay, dus dat hebben ze gedaan om het sneller af te handelen. Dus niet iedereen's witterbas is dood. Dus het enige wat ik nu moet doen, is mijn voetbal volhouden. En niet doodgaan. Andere killen. Een andere killen natuurlijk. Nu snap ik ook waar de eten voor is. Ouch. Dus ik ga kijken of ik... Oké, de baas is hier helemaal verlaten. Onze baas is helemaal verlaten. Helemaal verlaten. De wiet zit nog te groeien. Zou wonder zijn als ik de laatste overlever ben. Ik zou wat traps kunnen zetten. Ga je doen? Ja, met TNT de traps kunnen zetten. Is het enige wat ik kan doen is zeg maar de redstone torch plaatsen als ze op me aflopen. Of je maakt pressure plate slopes of pressure plate kaboom. Yep. We hebben het midden nu te pakken, maar mijn food is niet op en ik zie juist in het midden iets. Oké, okay, ik ga een beetje pijn doen. Is het niet zo slim, maar ja. Kan je van wietblokken weer wiet maken? Als het goed is wel, ja. Ah, fuck. Wow, wow, explosies overal, explosies overal. Blauw is ook nog sterk, dat zijn wij. Jullie dan. Ik zit gewoon te schieten als een gek. Ik moet gewoon kijken of ik iets kan raken. Als we kan raken, kan helpen. Die, you stupid son of a bitch. Rood is nog het sterkste nu op het moment.
Come on, waar is die? Haha, ik heb hem! Heeft hij eten? Yes. Fuck, mijn inventory is te vol voor dingen op te pakken. Ik moet dingen weggooien. Pas wel op. Ja, ja. Oké, shit, heeft geen eten. Geen eten. Alright. Hoeveel pijlen heb ik eigenlijk? Oh, 26 nog. Oké. Okay. Alright. Oh, ik moet echt eten. Eten moet ik hebben. Eten, eten, eten. Anders ga ik gewoon dood. Oh, de wiet is ook weg, dammit. Oh, dat is nog een wietblok. Kan ik die nog verzamelen? Kan ik daar wiet van maken? Waar is de wietblok? Yes! Alright. Heb ik hout? Ik heb mijn workbench. Awesome! Auw! Oh, ik heb beschoten door een pijl. Dan de wiet zo. Nog een keer. Nog een keer. Daar heb ik al. 3 brood. Ik heb nog wat eten. Nice. There we go. Ik vraag me af waar dat gif vandaan komt. Oké, wij zijn nog met 12. De anderen zijn nog met 8. 8 en 1. Jij bent team blauw, gozer. Sorry, verkeerde team zal ik te kijken. Dammit. Ja, we zijn nog steeds 8. Damn, dat was een explosie. Ja, 2 team blauw zijn weer dood. Dammit, nog maar 6. Oké. Even voor 1 killen zou ik zeggen. TNT? Blijf eten ben. Voor. Oh, oppassen, ik ga weer even voor TNT teamgenoten. Laatste TNT. Aansteken die handen op. Fuck, ik kan niet rennen. Ah, ren. Ren. Yeah. Was shit! Dat deed pijn. Ik draai hem omval in een gat. Buffert. Ik heb voor mijn leven. Ik heb nog 1 brood. 1 brood heb ik nog. Oh crap! Ik kan erop en er zitten hier helemaal vijanden. Er zitten nog maar 6 van mijn team. Damn man, hij is goed. Fuck, ik ga dood. Ik ga dood. Ik ben helemaal zeker door de vijand. Ik ben helemaal zingen door de vijand. No! 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 Oh, fuck. Oh, helaas. Dat is overpowered at the moment. Ja, man, mijn god, wat een goede team. Oh. Ja, die hebben gewoon een paar goede van ons gekillt. Ja, dit is het eerste dat we het ook doen, hè. Dus was echt ook ontdekken hoe het ging. Nou mensen, dit was Battle Walls was het? Of hoe je Mega dat? Walls. Mega Walls. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. We kunnen beter Wither Walls noemen denk ik. Wither Walls, ja. Zou een leukere naam zijn dat je dokter Wither moet verdedigen. Is jammer spoken waar ik die zet? Kan we ook gewoon vliegen kan ik? Ah ja, kan ik. Spooky. We kunnen niet spectaten. Nee, oh wacht, ik zie als een spook Dave. Ik zie een spook. Oké. Okay. Nou mensen, dit was of heb ik weer helemaal kwijt. Megawalls. Niet megawalls. Dus ik heb ze battlewalls in mijn hoofd, maar het zijn megawalls. Oké. Okay. Nee, het is geen megawalls. Jij zei megawalls, maar het is. Is het nou wel megawalls? Het is hetzelfde. Oké, whatever. Nou mensen, dit was de whatever walls. Dit was weer whatever walls. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Dit is een van de minigames dat we doen. Moeten we kijken wat we de volgende keer gaan doen. Gaan we even inladen. Het is wel mega walls. Ik zie het bij de tijd staan. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Dat was ook oké om de eerste keer uit te proberen. Want het is een tijdje in de beta geweest. Laat me weten of jullie wat ervan vinden. En of jullie het vaker willen zien. En natuurlijk gaan we dit elke keer na 10 afleveringen van Kasteelproject gaan we zoiets als dit doen. Dat is een beetje een ritueel wat we doen om een beetje de aflevering af te breken. Dat het niet echt alleen maar Kasteelproject is. Yes. En dan zie ik weer bij jullie volgende spel. Zoals jullie weten, deel deze video met anderen om ons te steunen. En te laten zien hoe verschrikkelijk of geweldig we zijn. Dan kunnen ze dadelijk aan jullie over. Er zijn nog maar 3 teamleden. En geef ons nog een thumbs up. Daar help je ons heel erg mee. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. To the next time. You lose. Thank you.